Goed, welkom allemaal bij deze, ik wou zeggen talkshow, maar het is het helemaal niet. Het is gewoon een soort live interview en ook dat niet. Het is een interview wat op video wordt opgenomen voor Live Access. En we zijn hier natuurlijk bijeen omdat deze uitnodiging is verstuurd. Maar ook omdat er een persconferentie was in Paradiso. De Pinkpop persconferentie. We kunnen natuurlijk gaan praten over het Pinkpop-programma, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik wil wel beginnen bij festivals. Jullie zijn allemaal programmeurs. En een vraag die bij mij opkwam toen ik besefte dat het vandaag met die Pinkpop-persconferentie gepland stond was. Is een festival, is de festivalcultuur van tegenwoordig een voedingsbodem voor de clubs? Of is het voor jullie toch vaak het idee van een soort van concurrentieslag die je ziet? En wie mag ik daarop laten reageren? Beide wat mij betreft wel. Ik ben zelf ook betrokken bij wat festivals, dus ik zit er misschien net even iets anders in ook. Maar voor mij, zeg maar, is het als ik het heb even over het programma van Metropool in Hengelo en Enschede. Ik doe ook wat festivals in het oosten. Ik kan op die festivals wel wat kleine acts neerzetten om het publiek meer kennis te laten maken, die ik dan later in de club kan doen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel in de maanden juni, juli, zeg maar, eind mei, heb ik ook wel weer last van de festivals. Omdat bepaalde toerende acts, die kun je dan ook niet meer krijgen. Dus het is voor mij een beetje dubbel altijd. Ja, vind ik ook. Ik sluit me daarbij aan. Wat je wel heel goed ziet, is dat festivals wel eigenlijk bepalen welke acts er op dit moment echt heel erg hot zijn. En niet zozeer alleen in de boekingen van de festivals, maar ook op een festival zelf kan er iets ontstaan dat de rest van het jaar eigenlijk voedt. Maar aan de andere kant, jij al aangeeft, dat het richting de zomer wel heel lastig wordt om een programma neer te zetten. Ja. Ja, ik zit zelf in een wat meer in een regiogebonden poppodium. Wel in de 020-zone, maar in Amstelveen. En wij hebben zelfs dat we in augustus doen we gewoon dan maar de algehele zomerstop. Omdat het eigenlijk zo moeilijk is om de band naar je club toe te krijgen. Mm. Dat je maar beter op het najaar kan gaan focussen voor de clubtours die in oktober dan weer starten. Om die mee te pakken. Maar inderdaad, in mei begint het al een beetje. Vooral festivals die ook weer vervroegd worden. We hebben natuurlijk steeds langere, warmere zomers helaas eigenlijk. Maar voor de festivals heel fijn. Maar voor een club, als je niet zelf een festival hebt, is het lastig programmeren. Melkweg heeft ook een zomerstop. Melkweg heeft geen zomerstop. Ik ben eigenlijk eerlijk als ik zeg dat festivals mijn werk een beetje leuk maken. Doordat ik toch ook met wat festival, voor wat festivals werk. En het, ja, ik vind het gewoon die afwisseling leuk. Om alleen voor de Melkweg een beetje saai vinden. Ja. Dus dat maakt het gewoon leuk. Verder, ja, natuurlijk, je hebt hier ook nog. Er komt steeds meer bij, er zijn steeds meer festivals. Dus de concurrentieslag, ja, die win je ook helemaal niet. Want als jij ook zegt, het wordt steeds lekkerder weer en mensen willen gewoon naar buiten. Nou zitten we hier in een luxe positie in Amsterdam, dus er komt altijd toch wel wat binnen. Maar met name de technici zijn heel blij dat er niet zoveel programma is. Want dan is eindelijk tijd om het noodzakelijk onderhoud aan de zalen te doen. Want het is hier gewoon in de rest van het jaar eigenlijk kansloos. Ja. Dus je maakt van de nood een deugd. Ja. Okay. Heb je nog gedachten bij het Pinkpop-programma? Ik weet niet of je een blik hebt kunnen werpen tot nu toe van. Oh, dat is wel interessant, want daar zou ik iets mee kunnen of inhaken. Werkt dat helemaal niet zo? Nou, ik heb er wel een heel raar probleem zitten momenteel. Ik heb over 2 weken een klein vergaderingetje over. Ik doe al zolang dat daar is het camping entertainment programmeren. En dat is altijd na het live gedeelte. Maar nu Armin van Buren daar tot 1:30 gaat jakker op het hoofdterrein. Dan heb ik zoiets van, ja, wat ga je dan precies met die camping doen? Ga je dan een situatie krijgen dat de mensen die daar echt niet van houden, daar dan toch naartoe gaan en zullen dat er voldoende zijn? Nou, dan moet je daar in ieder geval geen jongens of meisjes neerzetten die te veel dance draaien. Of krijg je dan om 2:30 ineens een enorme partij mensen die dan iets heel anders willen? Ja. Die nog lang door willen. Hoe zit het met die campingvergunning die in ieder geval tot 3 uur is, maar misschien ook tot 4 of niet? Of. Ja. Dus het is wel spannend. Ja. Maar dat gaat dan over 1 avond? Of denk je dat dat gaat over specifiek de tweede, de zondag. Precies. Ja. Het is wel leuk op zich, dat nachtprogramma op het hoofdterrein. Ja,